laatste, man. Ik kan niet gewoon zo verdwijnen, man. Ze is spook. All Alone is een film met verdriet, liefde en het nakomen van beloftes. Het gaat over een eenzame heer. Hij heeft een stressvolle leven. Hij is alleen, hij woont alleen in een huis, heeft geen connectie met de mensen daarbuiten. En hij wil graag daaruit, maar hij weet niet hoe en wat. En op den duur gebeuren er enkele dingen in zijn leven waar hij dan mag ontdekken wat de reden is tot zijn eenzaamheid. Vernietigt jou en je omgeving. Maar waarom? Hier in Suriname zit het een beetje anders met die bakkeroes en dit en dat, maar dat hebben we niet echt daarin. Misschien hebben jullie zin in grappen, maar ik niet. Wij willen met deze film de filmproducties in Suriname op een hoger niveau brengen. En ons doel is natuurlijk om zodanig dan een filmindustrie neer te zetten. En dat we dan ook een beetje naar het buitenland kunnen met Surinaamse films. Ik stress. Als dingen zo doorgaan, pleeg ik liever zelfmoord. Hij komt niet meer. Het is een film, een cinemafilm van ongeveer 90 minuten met een 4K beeldresolutie. Wat zo speciaal is aan deze film is dat we het geluid compleet opnieuw hebben opgenomen in de studio. We hebben tot de kleinste voetstappen en alles, ademhaling, we hebben alles compleet opgenomen. Om zodoende dan een 5.1 surround geluid te mogen creëren, zodat het zo schoon en mooi als mogelijk is. Vanmorgen, toen ik er wakker maakte, zag ik dat ze er niet meer was. We hebben die film in elkaar gezet met $6,000. Het is wel heel weinig voor zo'n film, maar we hebben het toch daarmee moeten doen. We kijken sowieso ernaar uit om dat terug te kunnen verdienen, omdat we dan niet hierbij willen stoppen, omdat we dan verder willen. En we kijken nu al uit naar een tweede filmproject. Dus als we dat terugverdienen, kunnen we dan gelijk gaan werken. Je gaat sowieso moeten investeren om beter equipment aan te schaffen, want we hebben met heel simpele dingen mogen werken. En ik mag echt zeggen, gewoon met een DSLR-camera en alleen een gimbal. Het project All Alone, het is 100% Surinaams. Het zijn alleen maar Surinaamse jongeren. Het overgrote deel van die film is geshoot op Leiding 9A. Er is een verlaten huis. En we hebben de toestemming gehad om daar te mogen filmen. En het overgrote deel van die film daar te mogen doen. Vernietigt jou en je omgeving. Maar waarom? Misschien hebben jullie zin in grappen. Maar ik niet. When promises are kept, you're all alone.